Daddy of Five. En het is een YouTube-kanaal van een vader en een moeder. Kijk, hier zit het hele gezin, of in ieder geval een deel van het gezin. En rechts is de vader. En die hadden een YouTube-kanaal waarin een prank-kanaal. Zij volgden hun gezin en ze haalden ook grapjes uit met elkaar, onderling en zo. En zij kwamen erachter dat de pranks heel goed werkten. Die scoorden heel veel views. Dat betekent dus dat ze daar geld op konden gaan verdienen. En die ouders, ja, het zijn gewoon idioten, zijn het. Die dachten, weet je wat, wij gaan die pranks nog meer uithalen met onze kinderen. Maar die gingen verder en verder en verder. Tot op het moment dat het gewoon echt, ja, veel te ver, veel te ver. En misschien moeten we eerst even kijken naar een van die pranks. Zij hebben hier op het tapijt zelf inkt gespoten. Dus dat tapijt is vies. En zij geven de kinderen de schuld. Dat is dan de grap. En die kinderen weten niet van die grap? Nee, die kinderen weten niet van de grap. Dus die worden geconfronteerd. Jullie hebben hier inkt op het tapijt, ja. What the fuck? I didn't do that. What the hell is that? What the hell is that? Cody! Tell me! I didn't do that! You tell me what you did! I swear to God, I didn't do that! Cody! Call Ira your car back! I didn't do that! I don't have to think the dollar would do that! Why did you do that? Ja, dit is een verhaal geworden. En ze krijgen hun verdiende loon. No, maar ik weet dat iedereen, jij ook, krijgt een knoop in je buik. Ja, als je dit ziet. Het is verschrikkelijk. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar hoezo krijgen ze hun verdiende loon? Hoor? Nou, dit filmpje is het filmpje dat werd opgepikt door hele grote YouTubers in Amerika. Van die soort nieuwszenders eigenlijk. Die gingen hierover berichten. Dat zorgde ervoor dat hun kanaal meer ging stijgen. Dus zij gingen stoerder. Dus van, nee, wij pesten die hun kinderen helemaal niet. Ze vinden dit leuk, et cetera. Maar uiteindelijk werd er zoveel over bericht dat zij gedwongen werden om toch excuses te maken. Dat deden ze de eerste keer door te zeggen, het was maar een grapje. Het was een soort script, die kinderen deden mee. Yeah. Het was allemaal acteerwerk, ook van die kinderen. Want dat jochie, dat jongste jochie is Cody, die was altijd pineut. Dat maakte het nog erger. Uiteindelijk werden ze zo onder druk gezet door al die YouTubers. Gewoon door telkens te berichten en telkens andere fragmenten te laten zien. Het gaat ook soms nog wel verder. Dat zij toch uiteindelijk een excuses moesten aanmaken. Ze hebben al hun filmpjes offline moeten halen. En één filmpje online laten staan. En daarin bieden zij hun excuses aan. Once people started watching us and you know the kids got excited about it. And they would try to see how many views they could get. And we feel like we went from something that wasn't so bad and then we just kept going more and more for the shock factor versus reality and to see what could get more views. Totaal geschift. Ja, geschift en ook beïnvloed door al die kijkers die ze hadden. Zij wisten niet meer wat ze deden en ze waren daarvoor ook al niet oké. En nu is het einde van het verhaal eigenlijk dat twee van de kinderen uit huis zijn gehaald. Nee! Maar op een goede manier, want die zijn terug bij hun echte moeder. De vrouw hier is de stiefmoeder. Die moeder, de echte... Ja, het is echt een verhaal. Wat een afschuwelijke nachtmerrie is dit! Maar de echte moeder, die zag die filmpjes ineens op YouTube en die dacht, wat flikken jullie mij met mijn kinderen? Dus die heeft de politie erop gezet en die hebben de kinderen uit huis gehaald. Dus, en die schijnen nu weer veilig in North Carolina te wonen bij hun echte moeder.